Het afgelopen jaar werd Isa Hoes ongewild vergeleken met de impopulaire Rachelhazes, maar de actrice laat nu weten dat ze die periode definitief achter zich wil laten. Na het uitbrengen van een film en een boek over haar overleden partner Anthony Kamerling, besloot Isa afgelopen zomer een punt te zetten achter haar Rachel hazes achtige projecten. In een interview met Monde wordt Isa gevraagd of ze nog iets wil doen met het onderwerp rouw. Haar antwoord is duidelijk, nee, het is wel goed zo. We hadden pech dat alles tegelijkertijd uitkwam. Het was veel en ik werd daardoor wel een beetje moe van mezelf. In die tijd werd ik de nieuwe Rachel Hazes genoemd. Tja, mensen mogen zeggen wat ze willen, maar zij kennen me niet. Isa laat zich niet raken door de beledigende vergelijking en benadrukt dat de mening van vrienden en familie voor haar het belangrijkst is. Ze kijkt nu vooruit en wil zich volledig storten op acteren en genieten van het leven. Op liefdesgebied blijkt Isa actie te ondernemen. Zij heeft een datingbureau ingeschakeld om een geschikte man te vinden. Echter, ze maakt duidelijk dat ze niet geïnteresseerd is in een modale man. Financiële stabiliteit is voor haar een belangrijk criterium: hij moet het financieel goed voor elkaar hebben. Daar ben ik inmiddels heel duidelijk in.